Wow, kijk, gaat het niet. Hij, 2 centimeter! En dan naar John Woof, hè? Hole in one! Business Club van Excelsior heeft de traditie om als Excelsior op trainingskamp gaat mee te gaan met Excelsior. En dat doen ze dan niet om te voetballen. Nee, de Excelsior Business Club gaat gewoon met z'n allen golven. Paul, wat zijn je verwachtingen van vandaag? Van vandaag? Vooral heel veel plezier. We mogen de baan in met een stelletje, businessclubleden die denken dat ze kunnen golven allemaal, maar we kunnen het eigenlijk allemaal niet. Maar het is gewoon lang leven de lol en dat is misschien wel het belangrijkste van deze trip. Ja, zo'n trip dat kost natuurlijk aardig wat centen. Wat heb je nou nodig in deze dagen om dat eruit te halen? Om dat eruit te halen? Ja, dat moet niet eens je basisgedachte zijn. Ik denk dat dat misschien nog het belangrijkste is. Ik geloof niet zo in dat korte termijn denken van ik wil mijn reisje terugverdienen. Nee, daar ben ik in ieder geval niet van. Gewoon lang leven de lol. Heb je dan ook nog een tactiek bepaald, zowel sportief als zakelijk gezien? Nou ja, sportief, dat weet je nooit met golf. Hè. Het zijn pieken en dalen, daarom heet het ook golf. Maar we hebben natuurlijk allemaal hoge verwachtingen. En ik heb er alle vertrouwen in. En zakelijk, joh, het is een hartstikke gezellig clubje bij elkaar. En dat is de insteek niet. Dat komt vanzelf of niet. En dat zien we wel. Gezelligheid staat voorop. Ja, dat is 5 euro voor oké. Top. Wat onderscheidt Excelsior nou van de andere businessclub? Waarom zijn er bij Excelsior businesslid? Nou, er zijn heel veel redenen voor, maar als je dit golftripje erbij pakt, wat je nu al na 1 dag terugkrijgt, is dat alle 25 mensen met alle 25 mensen omgaan. Dus iedereen is met elkaar aan het kletsen, geen tafelverdeling, iedereen gaat door elkaar zitten. Er zijn mensen hier bij een vrouw bij. Het is heel normaal. En ja, ik vind dat zelf heel fijn, omdat je helemaal geen ander gedrag hoeft te vertonen dan je normaal vertoont. Dus ja, je kan echt jezelf zijn. Oh, wat een verrassende bunker. Waarom ben je overgekomen vanuit Nederland om hier met de Biscuit te gaan? Ik vond het even leuk om even zeg maar het golfevenement, de golfreizen mee te maken. En ik vond het leuk om deze team te zien. Dus daar ben ik even 2 dagjes hoog. Nou, ik zit in een fantastisch mooie flight natuurlijk met John en Chester. Ik krijg les vandaag. Dus het is heel gezellig. Je bent nu natuurlijk hier. Hoe gaat het nu in Nederland? Nou, ik heb 2 boze klanten aan de lijn gehad vandaag, dat ik er niet was, maar voor de rest gaat het uitstekend. We hebben de laatste 3 holes overgeslagen om aan het bier te kunnen. Nee, dat heb ik niet gedaan. Op aandringen van jou, man. Op aandringen van mij, we zijn wel een biertje gaan drinken. Hallo. We zijn gewoon klaar. Buiten dat de meeste business club leden een aardig balletje kunnen slaan, zijn er ook een paar jongens mee die dat niet zo goed kunnen. Daar is een oplossing voor gevonden. Die worden geholpen door een echte pro. Maar ja, of dat al zo goed gaat, vraag ik me af. Waarom loop je niet op de baan? Omdat wij een beginneling zijn. En dan moeten wij zijn aan het oefenen. En waarom ga je dan toch op een golftrip met Excelsior? Omdat wij het gezellig vinden. En wij het heel erg leuk vinden om bij Excelsior Business Club betrokken te zijn. Grashappers van de... Ad heeft geweldig gespeeld vandaag. Wat was je handicap ook alweer? Ik begon met 3.4 toen ik hier de baan opging. En ik denk dat ik nu mijn pasje afgenomen word en dat ik nooit meer op een rollenbaan mag. Ik denk dat dat de reden is. Was het dus, zo erg? Afschuwelijk. Nee, afschuwelijk. Maar goed, afschuwelijk was het. Golfdag is ten einde. Ik zou Excelsior Business Club bedankt. Super goede dag geweest. Iedereen weer genoten. Bedankt voor het kijken. Voor het leuk? Voor het leuk? Ja, was top. Oké, okay, ja. Kom. Wouter, voor het leuk? Top, helemaal top. Top. Tot morgen. Ja,